Hey. What it do? Mowgli. Mowgli, Mowgli. Red light. Motorrijden beweegt je ziel. En dat geeft het gevoel van vrijheid. En een vrijheid leven. En zelfs motorrijden is niet vanzelfsprekend. Voor andere vrouwen. Met name de meisjes en de vrouwen in Afghanistan. Ik ben de eerste vrouwelijke motorinstructeur van Afghaanse komaf. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Toen ik begon met motorrijden en daarna met motorrijden geven, vond ik dat heel erg belangrijk om in contact te komen met andere vrouwelijke instructeurs. En toen ben ik heel erg op zoek gegaan, heb ik veel gezocht ernaar, maar ik kon niemand vinden die datzelfde passie met mij deelde. Ik denk niet dat ze de passie niet hebben, maar dat ze dan niet de mogelijkheid hebben gehad om daar ook werk van te maken. Oprijden nog één keertje, precies hetzelfde. Mag je weer naar rechts en dan weer naar rechts? Ergens geeft de risico's die je neemt als ondernemer, geeft het ook een bepaalde soort energie. En naast de energie wat mij biedt is dat ik er heel erg van leer. Met name het contact met klanten. Ik ben een hele kleine auto- en motorrijschool. En ik heb een kleine contactenkring. Ze komen bij mij en dan daarna komen de andere vrienden. Mijn vader die gaf al rijles in Groningen. En toen ben ik een dagje met hem meegereden. En zo is dat idee gekomen om op zijn minst een paar dagen in de week mijn eigen tijd te kunnen bepalen. En dat heb ik altijd gecombineerd met mijn werk als verpleegkundige in de zorg. En dat is gewoon heel erg goed te combineren nu ook met meer toneelspeel. Dat geeft mij gewoon veel meer vrijheid dan als ik een rol krijg. Of als ik een auditie moet doen, dat ik zelf mijn eigen tijd kan bepalen. Dan hoeft het niet weken van tevoren. En vrijheid is voor mij heel erg belangrijk. En het is een heel belangrijk thema als vrouw, als moeder, als dochter. Om de regie te hebben over je eigen leven. Ja, allereerst ben ik heel erg dankbaar voor deze kans. En tegelijkertijd vind ik het heel spannend. Ik kom echt met zweethandjes binnen omdat ik het een enorme eer vind. Maar tegelijkertijd een enorme verantwoordelijkheid vind. Dat ik namens alle Afghaanse vrouwen die nu geen stem hebben hier mag praten. Ik leef in een nachtmerrie. Ik functioneer dagelijks op basis van automatisch piloot. Ik zit op de bank, knijp mezelf. En met mij alle Afghanen die hier wonen, die in het buitenland wonen, in Afghanistan. Die ver zijn van het huis, die zich machteloos voelen, want ze kunnen niets. Ik knijp mezelf, ik denk bij mezelf, mijn kinderen zijn echt, mijn bankstel is echt. De stof voelt echt. Maar wanneer word ik wakker uit dit nachtmerrie? En het is heel erg belangrijk wat voor kansen je krijgt in je leven als een vrouw. Helaas zijn er talloze vrouwen elders ter wereld die niet autonoom zijn, die niet de vrijheid hebben om hun eigen passie te volgen, omdat er vanuit bepaalde religies of bepaalde de maatschappij die heeft allemaal gedachten of regels voor een vrouw of wat een vrouw kan en wat een vrouw mag en wat een vrouw vooral wat een vrouw niet mag, hè. Dat is heel erg bepaald in heel veel landen elders ter wereld. Ja, laten we Afghanistan als voorbeeld nemen. Vooral nu is het verschrikkelijk dat vrouwen totaal geen vrijheid hebben. Ze tellen niet eens mee in de maatschappij. Ze kunnen niet werken. Ze kunnen niet meer naar school. De meisjes kunnen al niet meer naar school. Ze mogen niet meer zonder begeleiding van hun familielid naar buiten. En als je dat vergelijkt met de vrijheid die ik nu heb. Ja, dat is heel... Dat is heel anders. En ik denk dat wij ooit, als de mens, de fout zijn ingegaan door grenzen te maken. Ik heb natuurlijk landsgrenzen, maar ik heb een soort van allergie en aversie tegen grenzen. Als een klein meisje, als vrouw, als moeder, als echtgenote.
heb ik veel grenzen opgelegd gekregen. En het is stom om überhaupt grenzen te hebben voor mensen die in een ander land niet veilig zijn. En het is, want ook die landen bepalen grenzen voor die mensen. Laten we de LGBTQI+ gemeenschap nemen, elders ter wereld. In Afghanistan en andere landen, die krijgen gewoon de doodstraf. Als jij gelooft dat jouw God de wereld heeft gecreëerd, de mens heeft gecreëerd, dan moet je het ook accepteren dat diezelfde God voor jou ook een transvrouw heeft gecreëerd. Het is iets vanuit de natuur. En het is niet jouw creatie. Jij mag daar niet over beslissen. En jij mag daar geen grenzen op leggen. Ik ben geboren in Kabul, in het westen van Kabul. En een klein huisje die mijn vader toen destijds gekocht had. Ik ben geboren op de stoep, voor de deur van de woonkamer. Van horen zeggen weet ik dat mijn moeder met pijn naar beneden is gekomen. En ze heeft iets van 3 keer au geroepen en toen was ik er al. Dat ging heel snel. Dus ik ben geboren in een warme gezin. Een hele liefdevolle gezin. Maar het gezin werd al snel verscheurd door de ellendige oorlog. Mijn vader die kwam al snel vast te zitten. Toen hij vrij kwam, brak de burgeroorlog uit. En wij vluchten vanuit Kabul naar het noorden van Afghanistan, Mazar-e Sharif. En daar hebben wij in een vluchtelingenkamp gewoond. Denk ruim 6 jaar. Mijn moeder overleed in een vluchtelingenkamp. Kan ik mij herinneren dat ik haar, toen ze ziek werd, dat ik haar naar een ziekenzaal, wat heel vroeger in Nederland ook was, gewoon echt een ziekenzaal met allemaal bedden naast elkaar, dat ik haar toen bezocht heb, maar er waren geen artsen, er was geen medische behandeling. En toen zag ik mijn moeder en ja, ze was overleden. Dus dat soort herinneringen heb ik wel heel helder. Oorlog kent alleen maar verliezers. En oorlog laat diepe en onherstelbare krassen op je ziel achter. De grote boze buitenwereld was heel eng. Dat weet ik als klein meisje. Maar ik had een heel mooie plek om te schuilen. En dat was in de armen van mijn oma, die inmiddels in Nederland in december 2020 aan corona overleden is. تشکی رفت تو آغل مرای لکده تشکی رفت تو آغل مرای لکده بندی دل منتی کدی جیگر مرقی لکده Mijn oma had een hele belangrijke rol in mijn leven. Ik denk dat ik altijd een soort van in een zwembad vol trauma's heb gezwommen. En dat mijn oma het bodem was van dat zwembad. En toen zij wegviel, dan zonk ik alleen maar verder. Maar er was geen bodem meer dat ik even kon aanraken en mezelf omhoog kon hijsen en hap lucht kon nemen. In mijn leven is dat ik op de juiste momenten de juiste mensen tegenkom. Dat heb ik heel eng gevonden, want als kleine suite waren, was de grote boze buitenwereld was heel eng, was heel gevaarlijk. Mensen maakten elkaar af. En hier kwamen mensen soms met dingen naar mij toe van, of gaven ze mij kansen of zagen dingen in mij waarvan ze zeiden van ja, maar dat ken je wel en natuurlijk nemen je aan. En dat heb ik soms ook als heel eng ervaren. Maar dat heeft wel mij gebracht waar ik nu ben en waar ik nu sta met acteren, met moeder zijn, met ondernemer zijn. Dus het is dankzij die mensen. Ik kan mij ook een situatie herinneren van een school.
dat een docent, die nam extra, Kees Groenveld, die nam extra de tijd om mij dingen uit te leggen. Die nam mij uit de klas of na de les apart om bepaalde dingen heel simpel uit te leggen. Dus dat soort mensen ben ik gewoon heel erg dankbaar. Want zonder hen was ik ook gewoon niet hier gekomen. Het leven wat ik nu leid als autonoom persoon en in vrijheid, dat is niet vanzelfsprekend voor heel veel vrouwen elders ter wereld. Met name in Afghanistan. Ik denk het eerste stap naar succes is geloven in jezelf. En de tweede stap is dat jij de kansen krijgt en de mogelijkheden krijgt om jezelf te kunnen ontwikkelen. En ik hoop wel dat als die ene deur dicht gaat, dat je die andere zelf meer opentrapt om weer de kansen te creëren voor jezelf. Ik ben opgevoed door een vrouw die geen enkele boek had gelezen. Ze was analfabeet, ze was een dorpsvrouw. Maar de dingen die ik van haar heb geleerd, dat heb ik in geen enkel boek de afgelopen 23 jaar kunnen vinden. Dat was mijn oma. En die wijsheid en die kracht, die zat in haar. En daarom geloof ik dat een ieder vrouw dezelfde kracht heeft. En dezelfde kan bereiken als ieder ander. Ik vind dat het voor een vrouw heel erg belangrijk is dat een vrouw goed voor zichzelf zorgt. En de huidige maatschappij is goed voor jezelf zorgen, is niet te hard werken of nog steeds van je eigen rechten opkomen. Maar de verzorging zit hem ook in dat je, als je de deur uitgaat, even een lipstiftje opdoet. Hoe ellendig het ook was buiten, en als er een feestje was of als er een bruiloft was, zag ik wel mijn tante, mijn zussen en zag ik die vrouwen wel zichzelf opmaken. Even een leuke jurk aantrekken. Een feestje was ook echt een feestje. Ik schrok toen heel erg toen ik in 2008 naar het concert van Celine Dion ging. Dat was een van mijn eerste concerten in een setting zoals Arena. Ik kwam aangekleed in een hele mooie jurk en we kwamen aanlopen. En op een gegeven moment werden we gevraagd, ja, maar daar is de rode loper. Ik zeg, nee, ik geloof dat ik goedkoopste kaartjes had. Het waren €135. Ik zat net zo hoog in de rij dat ik Celine Dion beter op scherm kon kijken. Maar iedereen liep daar dus in een spijkerbroekje, net van hun werk en haar in een knotje. Wat ook prachtig is. Ik wel moeilijk vind daarin in de Nederlandse maatschappij dat als ik dan een lipstiftje op had of zo en naar mijn werk ging en dat er meest standaard vragen van hoe lang doe je nou eigenlijk over je make-up in de ochtend? Ik zeg nou 2 minuten. Ik hoef daar niet echt een half uur eerder voor op te staan. Maar het geeft mij wel een hele vrouwelijk gevoel. Ik heb eigenlijk wel zin in de toekomst. Ik denk eigenlijk nu veel meer dan voorheen. Ik heb vertrouwen in de toekomst. Omdat ik ben een vrouw, ik ben krachtig. Ik ben een autonoom persoon. Als vrouw leef ik in vrijheid. En als vrouw heb ik ook iets, een mogelijkheid, een kans om dingen door te geven, om het stokje door te geven, om de strijd door te geven. Niet voor mij en niet zozeer voor mijn dochters toekomst, want die heeft ze zelf in de hand, maar van de generaties vrouwen voor haar. Als iemand nieuw in Nederland komt en als ik daar een gesprek mee heb, dan geef ik aan dat ze altijd moeten blijven strijden voor hun rechten. En dat het een land is waarin heel veel mooie mensen wonen. Moet accepteren dat je soms het dubbele moet doen dan iemand die misschien wel hier geboren is en wel stereotype Nederlandse uiterlijk heeft. Dat die dan met 1 keer 1 sprong er komt en jij wellicht 3, 4 sprongen moet maken om daar te komen. Maar je kunt daar komen en het gaat je lukken. بیا آشیان گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همه شب و غم شانه به شانه گشتم سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای در زمین من خسته خسته از جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من
Dart man de vida voy, sarzamine man.